Dit is hem, de nieuwe Opel Crossland. En in deze video laten we alles zien over de Opel Crossland Edition. Hallo, mijn naam is Hendrik Lewis en op dit YouTube-kanaal verschijnt wekelijks een video met uitleg over een Opel model of een Opel systeem. Dan ben je nieuw hier, van harte welkom en ook leuk dat je ons kanaal bekijkt. Maar vergeet niet om abonnee te worden. Het kan heel makkelijk en zo krijg je als allereerste bericht als wij een nieuwe video hebben geplaatst. Nou, zoals ik al zei, ga ik in deze video de uitleg geven over de Opel Crossland, de Edition uitvoering. We hebben al eerder een video gemaakt, bijvoorbeeld ook over de sportieve GS-lijn uitvoering. En ik zal hierboven uiteraard ook even linken, zodat je die ook in alle rust kunt bekijken. Mocht je vragen hebben over de Opel Crossland, typ ze heel makkelijk hieronder in. Of stuur een mail naar klantencontact@liewisrode.nl, zodat we je kunnen helpen. Nou, en hoe ziet de Opel Crossland Edition eruit? En welke mogelijkheden zijn er? En waar moet je op letten bij aanschaf of lease van deze auto? Dat laat ik je nu zien. Nou, en hier zien we dan de Opel Crossland Edition uitvoering. En zoals ik zei, is de Crossland dus in verschillende uitvoeringen leverbaar. En dat begint eigenlijk bij de gewone Crossland. Dus dat is gewoon het basis- en instapmodel. Daarna zie je dus in deze Edition leverbaar. Hij is voor de zakenklant ook nog in een Business Edition leverbaar. En dan praten we over het luxe model die daarna komen is de Elegance uitvoering. En daar hebben we eerder een video van gemaakt, die zal ik hierboven ook uiteraard even linken. Hij is ook nog in de GS-lijn uitvoering, dat is eigenlijk de sportieve variant. En in de meeste luxe uitvoering, en die noemen ze de Ultimate. Nou, de Edition is een uitvoering waarbij ook al heel veel standaard op zit. En dan moet je denken aan cruise control en ook aan airconditioning. En daarnaast is het voorzien van deze 16-inch wielkoffers. Dit lijken net lichtmetallen velgen, maar het zijn dus ook wielkoffers. Het voordeel hiervan is ook, ja, mocht je een keer beschadiging hebben, dan kun je uiteraard gewoon een nieuwe wielkoffer bestellen in plaats van dat je een hele velg moet vervangen. Nou, dit is de grootste verandering natuurlijk van de vernieuwde Crossland. En dat is de visor, het nieuwe beeld van Opel. De toekomstige Opel modellen zullen allemaal voorzien worden van deze nieuwe uitstraling. Standaard beschikt de Crossland Edition ook over deze LED-koplampen. Nou, die hebben natuurlijk een fantastisch mooie uitstraling, maar daarnaast zie je ook wel dat er ook wel meer zicht is dan gewoon halogeen verlichting. Nou, de kofferruimte is bij alle Opel Crossland modellen allemaal hetzelfde. Hij is ook voorzien van de achterbank dat hij in twee delen ook neerklapbaar is. Maar het is een mooie, riante kofferruimte. Maar er is ook nog een mogelijkheid om hier een plank voor te krijgen, waardoor je een bodem eigenlijk creëert waar je makkelijk spulletjes onder kunt leggen. En daaronder zit de reservewiel. De reservewiel is niet aan fabriek leverbaar, maar die kun je gewoon bij de Opel dealer, bijvoorbeeld bij ons, kun je die gewoon achteraf bestellen. Vergeet erbij niet om een reservewielvoorbereiding wel aan fabriek te bestellen. Nou, en ook de achterkant van de Opel Crossland is dus vernieuwd. En waarbij het meteen opvalt is dat hier een heel mooie typeaanduiding in het midden van de auto zit. En dat geeft hem natuurlijk een hele mooie en luxe uitstraling. En natuurlijk is de Opel Crossland Edition ook leefbaar in verschillende kleuren. De standaardkleur is eigenlijk wit. En daarnaast kun je dan kiezen dus een blauw of zwart of grijze tinten. En je hebt ook twee trendlak. En dat is dus een rode kleur of een oranje kleur. Nou, vind je het ook mooi dat je een andere kleur dak krijgt? Dat is uiteraard bij Edition ook mogelijk. Hij staat dus in één kleur, dus eigenlijk in een carrosseriekleur. Maar je kunt ook kiezen voor een zwart of een wit dak. En dit laatste is even afhankelijk van de kleur van de auto. Nou, wanneer je voor de Edition gaat, dan zijn er eigenlijk twee type motoren. Je praat over de standaard 1.2 met 83 pk of de 1.2 turbo met 110 pk. Ja, weer voor een automaat, ja, dan moet je eigenlijk naar een andere uitvoering, want die is niet leverbaar in combinatie met de Edition uitvoering. Nou, en hier zien we dus het interieur van de Opel Crossland Edition uitvoering. En zoals ik al zei, is de standaard al voorzien van airconditioning en cruise control. En daarnaast heeft hij ook elektrische ramen voor en achter standaard en een multimedia systeem met Apple CarPlay en Android Auto. De auto waar we nu in zitten in de Edition, die is nog voorzien van dit navigatiesysteem. Die kun je dus als een meerprijs, als een optie, kun je die bijbestellen. En dan heb je ook Android Auto en Apple CarPlay. Maar daarnaast heb je gewoon een geïntegreerd navigatiesysteem met updates. En deze updates zijn ook verkrijgbaar via www.liewisrode.nl. Nou, wat ik voor de rest ook zou aanraden als optie is eigenlijk het parkeerpakket. Dan is de auto voorzien van parkeerzone voor en achter. En ook heeft hij de 180 graden achteruit de camera. Waarbij je dus hier een beeld hebt van wat er achter je bevindt. Met aan de rechterkant ook nog een mooi overzicht van eigenlijk bijvoorbeeld, ja, hoe sta ik een beetje recht in het vak. Die camera neemt het van tevoren, neemt het op en zo projecteert het van bovenaf. Dus het lijkt net of er iemand die boven zit met de camera, maar dat is dus niet het geval. Maar daar zie je dus een heel mooi overzicht van, sta ik een beetje recht in het vak. En kun je dus linksonder, kun je dus nog de weergave veranderen naar 180 graden. Waarbij je eigenlijk dus een breed beeld krijgt. Hè? Dus eigenlijk een grotere hoeklens. Waarbij je dus heel makkelijk kunt zien van, hey, komt er wat aan als je bijvoorbeeld achteruit een drukke weg inrijdt. Nou, ook qua veiligheidssystemen zit er ook standaard heel veel op deze Opel Crossland. En dat geldt eigenlijk voor alle modellen. Zo geeft hij aan hoe hard je mag rijden. En daarnaast is er ook nog een lane departure warning. Dus mocht je harder rijden dan 60 km per uur. En je zal een beetje richting de streep rijden of richting de berm. Dan geeft de auto dus een toon van, hey, denk erom, je moet iets meer naar het midden van de weg toe rijden. Dit kun je uiteraard ook uitschakelen door dit knopje ook even ingedrukt te houden.
Nou, zo kun je natuurlijk je eigen Opel Crossen helemaal zelf samenstellen. En kijk daarvoor voor de meest actuele gegevens ook op liewesrode.nl of op de website van Opel, dus opel.nl. Maar mocht je vragen hebben, kun je natuurlijk altijd mailen naar klantencontact, apenstaartje, liewesrode.nl. Of typ ze heel makkelijk hieronderin via de comments. Nou, de bekleding van de Opel Crossland Edition, dat is deze bekleding. En die is eigenlijk alleen voorzien van een hoogteverstelbare bestuurdersstoel. En een passagiersstoel die is niet in hoogte verstelbaar. En uiteraard heeft de achterbank ook dezelfde bekleding als de voorstoelen. Waarbij de achterbank ook dus in twee delen ook neerklapbaar is. Nou, en wat ook een ideale optie is, en die zal ik zeker als tip aangeven, is eigenlijk het winterpakket. Stoelverwarming en stuurverwarming. Echt ideaal in de wintersomstandigheden. Dus mocht je echt een koukloon zijn, dus net zoals ik, ja, dan is het echt een hele mooie optie om bij te bestellen. Nou, en ik hoop dat ik hiermee een heldere en duidelijke uit heb gegeven over de Opel Crossland Edition uitvoering. Dan mocht je nog even een vraag hebben, typ ze heel makkelijk hieronderin of stuur een mail naar klantencontact@liewesrode.nl. Nou, mijn naam is Hendrik Liewes. Ik wil je super bedanken voor het kijken van deze video. Volgende week verschijnt er weer een nieuwe video en ik hoop dat je dan deze weer gaat bekijken. Tot ziens!